dames en heren, hartelijk welkom bij No Limits aflevering 14. Voordat we officieel beginnen wil ik even zeggen dat ik heel erg verkouden ben. Ik ga al vooral zeggen dat je het ook met een zakje pakken. En misschien ga je ook nog hard niezen of hoesten, ik weet het allemaal niet. Maar ik ben heel erg verkouden, het is niet leuk op deze tijd van het jaar. Omdat we hebben later gaan wel. Maar toch gaan we dus de aflevering moeten doen natuurlijk. En we hebben weer 3 achtbanen voorgeschoten gekregen. En het zijn Hydra, Invertigo en dan is er nog iets en daar staat bij geïnspireerd bij Lightning Run. Dus, maar dat is de laatste, we gaan beginnen met de Hydra. En ik kreeg al een foutmelding in het begin en dat is, ik ben benieuwd. Ik kreeg in het begin een foutmelding van een texture van gras. Dus, ik weet het niet precies. Maar goed, Hydra. We hebben een dive coastertje. En het begin is onmiddellijk al met een barrel roll, zie ik. We worden daartoe getakeld. We hebben een sneeuwgebied, dus dit is al leuk. Het begin is gewoon al leuk. Kijk, geen saai begin. Onmiddellijk al een barrel rolletje. En een klein bochtje dan onmiddellijk mooi aansluitend. En we gaan dan rechtstreeks over naar de optakeling. Eventjes wil ik wat zeggen. Ik ga eens even zeggen waar ik precies allemaal op let om een achtbaan te laten winnen. Ik let natuurlijk op de realiteit van de coaster. Ik let op de thematisatie. En dan vraag je misschien af, let je dan ook op als er een paal van ondersteuning door de achtbaan gaat? Ja, maar dan mag mij eigenlijk niks van aantrekken, want het is namelijk zo dat je eerste achtbaan moet maken in No Limits, de rails moet maken. Daarna moet je op een knopje duwen en dan wordt de ondersteuning vanzelf gezet. En het kan wel zijn dat ik door de baan wordt geplaatst. Dus dan mag ik eigenlijk geen punt voor aftrekken. Maar het mag niet. Ik let dus ook op kniks en zo en van die zaken. En een beetje het type achtbaan, daar ben ik ook natuurlijk het type achtbaan, daar kijk ik ook heel naar. Dive coaster is nu wel een leuk type. Ik zie ook dat we in de schaduw zag ik een hele lange trein. Dus ik snap eigenlijk altijd dat we niet zo speed maken. We zitten ook maar met een paar langs elkaar, we zijn al aangekomen, zie ik. Goed, laat ik eens eventjes uit de Hydra gaan. En ik zal eens heel even kijken naar de trein. Ja, kijk eens hoe lang. Dit is voor een dive coaster, een super lange trein. Kijk jongens, kijk hoe lang. Dit is een dive coaster, hè. Kijk maar tot een dive coaster is, want er is een platform bij, normaal gezien. Kijk, zie je, er is hier een platform, maar duidelijk dat het een dive coaster is. En het is een vierzitter. Maar dit is wel echt een dive coaster, let maar op. Kijk, daar komt de vloer weer tevoorschijn. Het is een dive coaster. Een leuk baantje. De kleurtjes passen wel bij elkaar. En aan de omgeving is wel wat gewerkt, maar ook niet superveel. Sneeuwgebied en een paar. De bomen die zijn allemaal daar. Die staan weg van de attractie. Dat vind ik wel jammer, want binnen dacht ik nog een beetje kaal. Maar goed, de Hydra. Op naar de volgende achtbaan van deze aflevering. En dat is de Eve. Invertigo, nu zeg ik het wel, hoop ik, ja, juist, Invertigo, en we gaan een ritje maken, de Invertigo, nu zeg ik het wel juist, hij laden wel een beetje traag, moet ik zeggen, mijn spel heeft zelfs een aantal keer vast, een hangende achtbaan, ja, ik had wel een vermoeden dat we naar achter waren gegaan, want ik zag niet in de middelingketting, dus dit is zo'n achtbaan waar je naar achter gaat, en dat je weer wordt loslaten, en dan gaan we daar het baantje doen. Dat zijn wel leuke achtbaantjes, vind ik. Invertigo. Goed. Daar gaan we. Zoef, door het station. Boom. Ik maak zo'n speciaal loopingje, die je wel heel vaak terug ziet in dit soort achtbanen. Heel simpel gemaakt natuurlijk, dit layout. Hup. Het zijn wel heel simpele achtbaantjes, vind ik. En dit is helemaal leuk, voilà. Nog een keer, en gaan we nu achteruit, terug. Zoef. De looping en dan weer die speciale looping, ik weet niet precies hoe het heet, het was met een cobra rol of zoiets. We schieten alweer in de remmen. Dit heb je alweer niet op rollercoaster. Op rollercoaster blijf je middag stilstaan, hier rol je nog mooi uit. Kijk, dit is zeg maar de realiteit van dit heb je rollercoaster maar niet. Het platform komt terug omhoog. Oh, je zit ook echt, oh, dit is nog een ander baantype, want je zit hier zeg maar met de rug tegen elkaar toe. Oké. Super leuke achtbaan natuurlijk ook wel. De Invertigo. Ja, ik vind wel de
thematisatie aan de, kleine kant. Heel klein, heel minder gethematiseerd. Maar ja, wat moet je ook te zetten, wat mijn stoel weer. De baan, kleuren passen bij elkaar, vind ik. Ja, blauw met geel. In Vertigo, een mooi argumentje. Wie weet laat ik hem winnen. Maar we hebben nog natuurlijk de laatste album en dat is een JSEXMNPEVJ-139602321. En ja, ben benieuwd wat dat is. En de rare naam achtbaan, zo noem ik hem, is Gelade. De heel rare naam achtbaan, ja. Ja, hij heeft een rare naam. Hij heeft niet zeg maar een naam gelijk de vorige twee. Maar hij heeft zeg maar een naam die bestaat uit letters en cijfers. En we krijgen nog foutmeldingen. Die klik me snel weg. Maar goed, we zitten in de achtbaan. En de laatste achtbaan is dit. Tot deze aflevering. We hebben van die kleine wildmuiskarretjes. Ik zie hier wel al een heel erg leuk baantje voor mij. En ook al qua dingen, thematisatie daar is een mooie. Is daar zelfs al een wachtrij bij gemaakt. En zo, ja. Ben benieuwd. We zullen nummers bereiden. Kunnen wij misschien als wij... Ja, Thunderburst, zo heet hij dus. Thunderburst, zo heet hij officieel. Ah, zoef, we gaan hem. Ja, veel. Ja, is nu al leuk, hè? Ik bedoel, van, je hebt wat bordjes werk. Kijk eens wat een mooie achtbaan. Heel erg mooi. Bordjes werk, veel ommendalingjes. Wat hier dan weer schommel. Super. Super goed dat je werkt. Geen kniks. Nog niet, want ik zal maar even zwijgen, want misschien komen we de dag wel niet tegen. Thunderburst. Thunderburst, wat was het nu? Thunderburst. Thunderburst. Komen we aan met het einde denk ik van deze achtbaan. Geen saai einde, dat is leuk. Met nog wat bobbeltjes. En dan komen we hier aan bij het einde. En ik zie hier iets staan wat niet doorgekomen is ofzo. Want wat is dit? Dat is wat niet, dat is volgens mij iets fout ofzo. Maar we hebben hier dus ook een wachtrij. En dat is natuurlijk altijd leuk. Je moet zelf kijken waar de wachtrij is, hè. Want het kan ook zijn dat het de uitgang is, maar ja, dit is de uitgang. Maar wat dat allemaal is, weet ik niet. We gaan eens, ik wil er zelf even. Oh, dat is wel een heel wachtrij. Kijk, dit is leuk. Maar dan vind ik het jammer dat we niet hier zijn gespawned. En dat we dit niet moesten lopen. Dat vind ik jammer. Want dat kan je instellen namelijk. Kijk, dan moesten we zo de hele wachtrij lopen. Lalalala. Dan kom je hieruit. Ik ben even terug naar Flyview en dan sta ik op het dak. En dan... ja, het zijn heel erg leuke karretjes. Het zijn ook lange treintjes, want normaal zou je zeggen dat je zo één stuk hebt. Nu, heel erg leuk, compact achtbaantje. Compact eigenlijk niet, hij is, ja, hij is vooral daar gebouwd. Maar dit vind ik toch een betere. Ik denk dat ik deze ga laten winnen, jawel. De Thunderburst. Thunderburst, zo heet hij. Die wint bij mij in deze aflevering, Thunderburst. En op de tweede plaats ga ik natuurlijk de Hydra zetten. Een leuke dag was. En op de laatste plaats helaas Invertigo. Maar ja, dat is voor deze aflevering. Ja, dat is mijn ding. Volgende week in aflevering 15 gaan wij Kraken doen. Versus Kumba versus Lightwave. Maar dat is voor volgende week. Deze week hebben wij ook weer drie fantastische achtbanen gedaan. Nou, de winnaar is daarvan de Thunderburst. Op de tweede plaats zetten we Hydra. En op de laatste plaats helaas Invertigo. Of het Italiaans of zo, ik weet niet. Misschien niet Italiaans, Invertigo. Ik weet het niet. Maar ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van No Limits. We zijn er weer. Ik wil nog even zeggen over de special van LOL van Disney Craft Studios. Is klaar. Komt binnenkort ook online. Is super mooi geworden. Ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken. En laat sowieso in de comments ook achter wat jij de beste vond. En ja. Like, abonneer. En tot de volgende keer. Ja, het rijmt. Leuk. Like, abonneer. Tot de volgende keer. Maar ja, we gaan... Het is niet de bedoeling dat we een rijmding spel shit gaan doen. Maar dames en heren, nogmaals hartelijk dank voor het kijken. En tot de volgende video. Later.